In de zeer sfeervolle ambiance van Hermans Dijkstra in Midwolda werd voor de tweede keer door Nanda Bleker de beurs Oldambt Creatief georganiseerd. Op de beurs veel nieuwtjes om de wintermaanden mee door te komen en om een nieuwe hobby te ontdekken. Kijkt u naar een verslag van Dorine Volkers. Het idee was om alle creativiteit in de regio te laten zien. Er is genoeg te zien op dat gebied en dat vind ik mooi om dat bij elkaar te brengen, zodat het elkaar versterkt. Ja. En in deze tijd van het jaar, van geven en ontvangen, vind ik het heel leuk om zelf een cadeautje te maken met de extra aandacht die je er dan aan besteedt, of een zelfgemaakt cadeautje te kopen. Dat was eigenlijk het idee erachter. Ja. En wat is de trend op het moment? Want ik had net eventjes met wat mensen een praatje en die zeiden ook van nou ja goed, het is weer winter, dus we zijn ook weer meer binnen en ja, we gaan ook weer wat meer dingen maken. Ja, klopt. Wat is de trend op dit moment? Ik heb even gevraagd zo her en der, van vilt wordt er op het moment heel veel gemaakt en ook heel veel nieuwe dingen. Hè, dat je bijvoorbeeld bijenwasschilderijen kunt maken of op de computer, hè, dat is ook een primeur hier, dat is digiscrappen heet dat. Digiscrap, dat gaat over digitaal scrappen. En digitaal scrappen, dat is het mooi maken, het persoonlijk maken van een fotoalbum. Ja. En dat doe je vooral met de computer. Ja. En met digitaal materiaal maak je uiteindelijk je persoonlijke pagina's. En die pagina's vormen uiteindelijk weer een heel fotoboek. Said you felt so happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and to make us still remember. Je hebt hier de Beatles staan. Ja. Kan je daar wat over vertellen, hoe je dat maakt? Nou, de beeldjes die ik maak, het materiaal is supersculpting, polymeer klei, synthetisch materiaal. En verder is het grootste ingrediënt gewoon geduld. Ja. En heel goed kijken, observeren. Ja. Ik doe dit nu 4 jaar en al die 4 jaar sta ik ook al aan de top, wereldtop. Okay. Ja. En ik maak dit werk voornamelijk in opdracht van mensen. Dus voor mijn eigen collectie heb ik de Beatles geboetseerd en een heleboel andere beroemdheden. Ja. Maar mijn werk is jouw familie te boetseren of je idolen, okay, of je andere wensen. Waar kan u ons mee verrassen? Ik kan u verrassen met een heerlijk hapje walnotentapenade op toast. Een puur gezond hapje, gemaakt uit het naar recept van Rieneke Dijkinga. Zij is ortomoleculair natuurgenezer, homeopaat. Het recept staat hier in het boek. Zij vindt zelf dat zij in haar praktijk te weinig mensen eigenlijk bereikt met haar idee van we kunnen veel gezonder met elkaar. Eigenlijk weg met pakjes, ga terug naar het eerlijke, natuurlijke eten. Nou, ik heb een hele grote bak met walnoottapenade gemaakt gisteren. En ik dacht van nou, ik ga de mensen er hiermee verrassen. En vervolgens promoot ik uiteraard haar boek. Ja. Weer wat nieuws, een punchmachine en u zei al, een kind kan de was doen. Wat, ik heb helemaal niks met naaimachines, ik krijg er altijd helemaal de bibbers van, maar u zit de punchmachine. Nou, er is nog hoop. Wat doet u? Nou, je hoeft geen garen te gebruiken, het zijn alleen maar 4 punchnaalden en alle stofjes die ruw genoeg zijn kun je aan elkaar punchen. Oud t-shirtje, je kan er een mooi randje aan maken, je kunt bedenken wat je wil. Bloemetjes aan elkaar maken van vilt. Nou ja, bedenk maar wat je bedenken wilt. Ik heb toch even wat meer uitleg nodig, want u zegt geen garen gebruiken. Geen garen gebruiken. Wat gebeurt er dan?
Er zijn punchnaalden die zeg maar rammen twee stofjes die ruw genoeg zijn aan elkaar vast. Okay. Kijk maar, ik heb hier een stukje flanel en hier een stukje vilt. Die leg ik op elkaar in een patroontje en nou ja, puntje maar. Dat is alles. Okay, kijk, het lijkt bijna therapie. Ja. Maar wel een hele leuke therapie. Ja.